waar handel ik uit? Uit liefde denk ik wel, voor mensen. Ik denk dat dat wel de basis is van de dingen die ik doe. En ja, mensen voelen dat en dat werkt gewoon. Maar wat mij wel drijft is gewoon dingen maken waar mensen plezier van hebben. En waar ze dingen van kunnen leren of zich kunnen ontwikkelen. In de kern geef ik dat graag weg. En ik noem dat wel verbindend leiderschap. Zeg maar, omdat ik probeer de ontwikkeling, alles wat er gebeurt, probeer ik met elkaar te verbinden. En dan krijg ik ideeën over een paar dingen die we kunnen doen. En die verbind ik met mensen en die verbind ik met studenten en met het programma. Dat is eigenlijk een kort samengevatte manier waarop ik werk. Dus de verbinding tussen de mensen is wel het wezenlijke erin. Ja, mijn gift kan zijn dingen creëren die er nog niet waren. En die nuttig zijn maatschappelijk en waar mensen plezier aan beleven. Dus ik zit nu in het onderwijs, maar het had ook ergens anders kunnen, denk ik. Nou, de nieuwe opleiding die ik heb opgezet, voor Design and Innovation, bestond nog niet, bestaat nog steeds niet eigenlijk verder. Iedereen praat er wel over, maar er bestaat eigenlijk maar één echte opleiding. En daar heb ik iets neergezet met een aantal mensen die daar ook enthousiast voor waren. Toen ik met food design begon, als ik met veel mensen had gesproken, die hadden het allemaal afgeraden. Daar moet je niet aan beginnen. Want allemaal risico's eromheen, het lukt niet en je krijgt het nooit door de accreditatie. Of je kan een heleboel redenen bedenken dat je het niet moet doen. En we hebben het gewoon gedaan. En als je een stuk of 4, 5 mensen hebt die het ook willen, dan trekt dat gewoon aan en dan gebeurt er wat. Ik voel ook aan wat er speelt, zeg maar. En dat kan ik, die ontwikkeling kan ik wel met elkaar verbinden vaak. En dan verbind ik dat met een groep mensen die dat ook willen. En dat is ook de enige manier waarop het werkt. Dus dat is niet omdat ik dat doe als baas en zeg van nu moeten we dit allemaal doen, zeg maar. Nee, het gaat puur op de energie. Er moet vertrouwen zijn. Daar begint het mee. Dus in een team, dat vind ik ook belangrijk voor een directeur trouwens, hoor. Het vertrouwen geven aan de mensen, maar ook onderling vertrouwen hebben. En binnen dat vertrouwen kan er veel gebeuren, zeg maar. En als dat er niet is, dat mensen denken ik word afgerekend of dit mag niet of mag dit wel, zeg maar. Dan krijg je de open cultuur erin. En binnen die open sfeer willen mensen ook altijd samen dingen beter maken. Dat is mijn ervaring. Je bent altijd op de achtergrond beschikbaar als het nodig is. Maar zo min mogelijk erin in sturen of interfereren. Maar gewoon goed waarnemen wat er gebeurt. En af en toe met mensen erover praten. Dus vaak ook participant. En misschien ongewild ook wel aangeven dat ik het wel belangrijk vind dat we het goed doen, zeg maar. En binnen teams kijk ik altijd naar verschillende kwaliteiten. Dus vooral niet allemaal dezelfde types erin. Maar gewoon heel andere. Ja, totaal verschillende mensen het liefst. En dan de chemie erin. Dus ik heb in de tijd bijvoorbeeld een projectleider aangesteld die heel enthousiast was. Dat was een technoloog, zeg maar. Nou, niet van de ergste soort, maar wel iemand die levensmiddelentechnologie had gedaan, die hele exacte vakken gaf, zeg maar, geluid en weet ik veel wat allemaal voor dingen. Die heb ik wel projectleider gemaakt, omdat hij een enorme passie had op zijn thuisfront. En dat was met koken. Ja, en hoe kom je daarachter? Is dat we met elkaar gingen koken en eten, zeg maar. En dan keken ze een beetje rond, wat hebben ze allemaal meegenomen aan dingetjes. Ik kon meteen al zien, die heeft truffelolie en dit en dat. Dan kom ik erachter dat hij een passie heeft op eten. En dat was eigenlijk de reden om hem. Hij kon zijn hobby gaan doen bij mij. En ik heb hem toch ook projectleider gemaakt. En terwijl hij op sociaal vlak niet de grootste ster was die er was, zeg maar. Maar hij had wel de passie, hij wilde het neerzetten. En hij gaf de andere mensen ruimte. Bij dat innovatieklas waar ik nu mee bezig ben, dat is een samenspel met een aantal mensen. Ik onwillekeurig kijk al binnen de hele school wie daarbij passen, zeg maar. Nou, gewoon erover hebben, maar ook, ik heb een gevoel bij mensen, zeg maar.
Nou, dat mag het intuïtie noemen. Ja? Ja, ik doe het wel voor anderen. Ik doe het niet alleen voor mezelf, zeg maar. En wat geven anderen jou? Nou, ik wil met anderen meenemen in dat plezier en de ontwikkeling. Hmm. Dus ik denk dat dat het is. Delen, ja. Ja, delen en samenwerken en van elkaar leren en nieuwe gezichtspunten krijgen. Ja. En ja, er gebeurt gewoon heel veel. Het gebeurt toch wel op intuïtie en passie ook, denk ik. Ja. En dat weet ik wel in mijn teams rond te krijgen. Nou, ik ben het later gaan ontwikkelen, denk ik. Ik heb vroeger ook wel in het begin wat meer op de controlekant gezeten, zeg maar. Maar gaandeweg gemerkt dat eigenlijk naarmate je wat minder op de controlekant gaat zitten en meer los gaat laten, ja, dat veel beter werkt. Dat het veel beter gaat lopen en stromen. Dus toen ik net van de universiteit kwam, had ik dat vooral geleerd natuurlijk. Hè. Technische opleiding gedaan en dan moet je maar zorgen dat alles klopt en feitelijk is, zeg maar. Nou, dat kan ik ook wel, maar gaandeweg heb ik ook gewoon die mensenkant ontdekt en dat je die veel beter kan benaderen vanuit een andere optiek. Door te betrekken, door goed te luisteren, door te kijken, door gesprekken te voeren. Door te hebben over de toekomst en het nu. En ik noem dat wel verbindend leiderschap, zeg maar, omdat ik probeer de ontwikkeling, alles wat er gebeurt, probeer ik met elkaar te verbinden. En dan krijg ik ideeën over een paar dingen die we kunnen doen. Nou, over het algemeen wel, maar niet echt. Dus dat, je ziet in, dat vind ik wel een beetje in college van bestuur en dat soort kringen. Daar zit een bepaald type manager, zeg maar. En die hebben niet altijd heel veel aandacht voor wat er onder hun gebeurt, zeg maar. Dus die zijn er ook vaak niet in geïnteresseerd. Die willen alleen maar dat alles goed loopt en dat het op financieel op orde is en andere dingen. Maar hoe het nou feitelijk is om met 80 mensen functioneren, gesprekken te voeren of zo, dat wordt gewoon niet gevraagd. Veel van die types en die zijn ook, komen vaak een beetje uit de politieke hoek. Dus ook die kant van, die moeten precies volgen wat in de politiek allemaal gebeurt. En, terwijl ik denk, onderwijs is mensenwerk en daar zou je specialist in moeten zijn eigenlijk. En als je systemen bedenkt, dan bedenk eerder systemen die de mensen zelf kunnen helpen, zeg maar, om beter te gaan werken, zeg maar niet systemen om te controleren. Ja, als vader, ik denk wel, ik weet niet of ik het goed gedaan heb, maar dat is een, dat hoor je pas later meestal. Maar ik ben wel heel veel met hem opgetrokken, ook, want ik had gewoon een directeursbaan, toch een drukke baan, zeg maar. En toch altijd ruimte vinden en tijd en aandacht geven. En al die wedstrijden, ik heb al zijn wedstrijden gezien. Nou, mijn belangrijkste ervaring was ook daar dat je... Je zit er alleen mee en dan komen mensen naar je toe, zeg maar, en die gaan je helpen. Ik kon goed voetballen, mijn vader ook, zeg maar, en die heeft bijvoorbeeld ook al mijn wedstrijden gezien. Die was er altijd voor mij. En die gaf ook goede tips en zo, want ik zat wel in de aanval en ik mocht ook wel graag doelpunten maken. Maar hij vond het nog mooier als ik af en toe een bal afgaf, dat iemand anders hem ervoor in pissen had, bij wijze van spreken. Dus niet de hele tijd voor je eigen kansen of voor een groot ego of gewoon wat is het beste voor het geheel.